Goedemiddag allemaal. Zo, daar zijn we weer. Veel nieuwe handel is binnengekomen, dus dat ga ik straks in de winkel ook even weer aan jullie laten zien. Nou, Karel en Joyce die hebben echt knijterhard gewerkt, dus die zijn inmiddels ook door alle tikkiemandjes heen. Er zijn volgens mij nog een paar mensen die nog niet gereageerd hebben op hun tikkiemandje. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, kijk dan even naar je Facebook Messenger. Dan kun je je bonnetje zien en als je bonnetje akkoord is, krijg je van ons een tikkie om te betalen. Dus laatste mandjes moeten nog weg. DHL is net geweest, dus er is echt superveel pakketjes zijn er vandaag al de deur uitgegaan. Dus ik denk dat de meeste mensen morgen ook wel weer hun tikkie mandje binnen hebben. Nou, we zijn natuurlijk afgelopen maandag alweer gestart met nieuwe mandjes. Want ja, er blijft hier natuurlijk gewoon iedere dag nieuwe handel binnenkomen. Dus dat vinden we ook leuk om dat telkens aan jullie te laten zien. Die mandjes die laten we staan. Moet ik even kijken dat ik het goed zeg. Nou, we laten ze in ieder geval staan tot na de release van de nieuwe Kraftlab collectie natuurlijk. Want dan kunnen jullie ook lekker de nieuwe Kraftlab en de nieuwe Dutch nog eventjes toe gaan voegen. Ik heb hier even geen agenda bij de hand. Oh hier, ja, even kijken. Die mandjes die gaan we sluiten op zaterdag 13 juli. Dus je hebt nu nog een goede anderhalve week om te vullen en om te kijken wat je graag in je mandje wilt. Ik zal ook de komende dagen nog veel de nieuwe Kraftlab laten zien, want daar hebben we ook alweer heel veel voorbeelden van binnen. Ik heb hier toevallig nog even... Doe maar een zero alsjeblieft, want ik heb eigenlijk wel dorst. Deze heeft Chantal bijvoorbeeld alweer gemaakt met het nieuwe lantaarntje wat eruit gaat komen en de nieuwe poinsettia. Dat laat ik later ook allemaal nog eventjes zien. Verder heb ik goed en slecht nieuws over de Card Deco inkten. Ik ben natuurlijk deze week met die parelmoer inkten aan de slag gegaan. Hè. Daar heb ik al een kleurkaartje van gemaakt. Live op YouTube. Toen gingen jullie eigenlijk al helemaal los. Ik zal hier een beetje laten zien hoe die inkten eruit zagen. Het slechte nieuws is dat deze parelmoer inkten alweer op zijn bij Card Deco. We hebben vandaag denk ik nog een 15 complete sets binnengekregen. Maar die zijn natuurlijk allemaal al gereserveerd. Hij zit op zijn kop. Ik zal hem nog een keer draaien. Voorzichtig. Kijk, dus dit zijn die nieuwe platinum inkten. Dat zijn die parelmoer inkten. Van Card Deco. Daar kunnen we dus geen sets meer van maken. Je vindt ze nog wel onder het merk Find It allemaal los in de webshop. En daar heb ik dus de kleurtjes even op uitverkocht gezet die ze niet meer hebben bij de grote handelkamer. Maar hier zit dus zo'n parelmoerglans zit erop. Dat waren dus de platinum inkten. Nou, de mensen die ons een beetje volgen, die weten ook dat we vorige week met die eerste serie inkten aan de slag waren gegaan. Dit is trouwens ook een hele nette, handige opbergmap. Die hebben we nog wel. Die zijn van Card Deco en die kosten €24,99 als je die wilt bestellen. Daar zitten dus allemaal van die handige elastiekjes in waar je dus je inktjes achter kunt steken. Daar kun je dus die Card Deco inkten in doen, maar je kan er ook die druppeltjes van Memento in doen. Of de kleine vierkantjes van Versafine bijvoorbeeld. Of je kleine mini distressjes kan er ook al in. Dus de platinum inkten, de parelmoer inkten, dames, die zijn uitverkocht. Iedereen die ze besteld heeft, die krijgt zeker de set. Want voor die mensen hebben we allemaal nog genoeg. Maar ik heb ook nog een meevallertje, want we werden gisteren ook nog gebeld door Find It. Dat ze toch weer wat sets voor ons konden maken van die inkt die we vorige week hebben laten zien. En dat was natuurlijk de Pure inkt. Dus eigenlijk de gewone inkt, net zoals je de Memento inkt hebt. Die Pure inkten die zijn leverbaar in 36 kleurtjes. En die shop je nu als complete combi deal van €89,99 voor €69,99. Nou, ik denk dat er vorige week heel veel mensen misgepakt hebben. Maar we kunnen nog 10 sets maken. Dat was het enige wat hij nog gevonden had. Dus wil je nog de combi deel van de Pure inkten, dan mag je die natuurlijk in deze Tikkie Live ook bestellen. Ik ga daar dadelijk ook lekker mee aan de slag. Ik heb ze nu even niet in die map zitten, maar in een opbergbox. Dat kan natuurlijk ook. En het zijn dus 36 verschillende kleurtjes.
Daar heb ik ook alweer een kleurkaartje bij gemaakt. Ik zei het al van de week tegen jullie, hè. Die labels om die kleurkaarten te maken, die komen er ook aan. Dus die krijgen we binnenkort ook onder Bella Lulu. Want dan kun je lekker je eigen labels kun je maken. Nou, we gaan zo meteen ook een kaartje maken. Ook met een inktachtergrond. En dan ga ik deze inkt erbij gebruiken. Ik ga even kijken, want ik ga de plaatjes van High Five van Dutch Doo Badoo gebruiken. Dus dan gaan we even een inktje zoeken wat hierbij past. Nou, dat zou een blauwe kunnen zijn, maar dit is best wel een beetje een aparte kleur blauw die in die plaatjes zit. Ik geloof niet dat we die in de inkt hebben, anders zou het me echt een meevaller zijn. Kijk, er zitten al een beetje wat hardere kleuren blauw in. Wel hele toffe kleuren. Ik zei het al, deze kleuren wijken wel heel erg af. Van de kleurtjes die je dus ook krijgt als je Memento inkt koopt. Dus het is ook een dye inkt, dezelfde soort inkt. Dit zou trouwens wel kunnen, deze blauwe, zie je? Dat zou op zich wel leuk zijn. Maar ik denk dat ik vandaag voor oranje ga. Dus ik kies de kleur orange. En deze losse druppeltjes, die kun je ook los bestellen als je ze niet allemaal wilt. Die zijn €2,50 per stuk. Het is dus ook een beetje een water reactive inkt. Dus dat gaan we zo meteen ook laten zien. En we gaan lekker met water een beetje kliederen. Ik zet mijn doos dus even opzij. Dus wil je al die kleurtjes pure inkt bestellen? Ik zei het al, ik kan nog 10 sets maken, dan zijn ze op. Dan betaal je geen €89,99, maar dan betaal je €69,99. Wat gaan we verder vandaag gebruiken? Deze lag ook al een poosje op mijn bureau om gestanst te worden. Een hele tijd terug hadden we ook zo'n andere leuke multiframe stansmal van Nelly Snelle. Ik gebruik nu dit Nelly's multiframe. En die bestaat uit 3 verschillende stansen. Ik heb ze expres al even gestanst, maar nog niet in elkaar geplakt. Dus je krijgt een mini slimline stans met zo'n schulprandje. In het wit heb ik gestanst. Dan heb je dus dit frame. Ook weer met zo'n stiksteekje erop. En dit is een beetje zo'n backdrop stans met een patroontje. Dit gaan we dus bij elkaar gebruiken. Het wordt een mini slimline kaartje. Dus ik ga er een mooi plain en simpel kaartje voor maken. Waar ik mee ga beginnen is dat ik dit frame... Oh, ik word gebeld, maar... Die drukken we even weg. Ik neem even een stukje foamstrippen bij. Want dan ga ik met foampjes ga ik even dat frame op mijn witte kaartje zetten. Ik doe alles dus gewoon even in het wit vandaag. En ik ga hier dus dadelijk even een kleurtje op aanbrengen met inkt. Maar dit is een toffe stans trouwens. Hè? Ik vergeet jullie de prijs te noemen. De multiframe stans van Nelly Snelle, die is €14,99. En inderdaad, die opbergmappen, Annemiek, waar je dus de inkt in kunt doen, die zijn ook van Car Deco. Die zijn €24,99. Nou, we gaan een beetje aan de klieder, Antoinette, maar niet superveel. Kijk, dus hier doe ik gewoon op de achterkant wat van die foamstripjes. Corrie, ik had al aan het begin verteld, we hebben geen platinum inkten combi deals meer. Die zijn op bij de groothandel. Ik heb alleen nu weer terug op voorraad, Corrie, de combi deal van de pure inkten. Dus die kun je nog wel bestellen, want ze konden weer 10 sets maken voor ons bij de groothandel. Ook niet superveel. Maar we hebben in ieder geval weer iets, dus daar ben ik happy mee. Maar voor de dames die later ingeschakeld zijn, ik hoop dat jullie echt allemaal van de week meegekeken hebben. Want de nieuwe parelmoer inkten die zijn al niet meer leverbaar bij de groothandel. Nou, ik friemel ondertussen even de... Jeroen, moet je voor mij ook wat drinken? Ik heb dorst. Ja, weet je, en dat soort acties, dames. Ja, wij verkopen gewoon altijd hele grote aantallen. Dus wij kopen dan vaak echt alles op wat de groothandel heeft. En dan is het op. Dus dan moeten hun het ook weer van ver gaan halen uit China. En dan duurt het gewoon weer maanden voor het bij hun binnen is. Dus als we dat soort acties hebben, nooit te lang twijfelen.
Ja, Jeroen kwam net vragen, wil je wat drinken? Toen zei ik ja. En toen hoorde ik hem niet meer, dus hij liep hier net langs. Ik denk, ik vraag het even. Kijk, deze komt hierop. Ik doe het wel even voor mijn neus, want dan kan ik het netjes recht plakken. Ik probeer dat altijd dan te doen zonder mijn hoofd erboven te hangen. En dat gaat natuurlijk niet. Dus ik doe het even gewoon voor mezelf. Recht voor me. Zodat ik hem netjes en recht kan plakken. Ja, van Nelly Snelle hebben we eigenlijk best wel veel leuke multistands in de winkel. Die zal ik binnenkort ook allemaal wel een keertje laten zien. Ja, DHL is al geweest, Valentin. Dus nou heeft hij even pauze, hè. Wij doen altijd even lekker op het gemak koffie drinken. Het is hier altijd super hectisch, want om 2:30 komt altijd DHL. En ja, tot die tijd is het altijd even knallen natuurlijk. Want dan willen we altijd zoveel mogelijk de deur uit krijgen. Maar dat is weer gelukt, want ik zag hele grote stapels staan. Dus ze hebben weer goed hun best gedaan. Oh, ik ben even aan het klooien met mijn papiertje. Maar ik had... ik was sowieso niet goed begonnen, want ik wilde ook nog een strand straks maken. Dus ik heb een stukje kraft ook genomen. En dan ga ik lekker even scheuren. En dat komt eerst achter mijn framepje. Kijk, dus die komt hier. En dit plakken we dadelijk op het basiskaartje. Dus hier kan een beetje lijm achterop. Ja, ze hebben echt weer knijterhard gewerkt hier vandaag. Er waren weer zoveel tikkiebestellingen. Dus daar zijn we echt super blij en super dankbaar voor. Dank je wel allemaal. Ik ga dit dus even hier opplakken. Maar dat doe ik dus even onder mijn snuit. Want anders plak ik het scheef. Zoals ik dus net al deed. Dus ik wil er altijd lekker gewoon even erboven gaan hangen. Dat ik goed zie dat ik alles netjes en in het midden plak. Kijk, zo gaat hij beter. Kijk, dus zo ziet die basisstand van Nelly Snelle eruit. Dat is ook een hele mooie, zie je dat? Dus hij bestaat, dankjewel. Hij bestaat uit 3 delen. De Nelly Multiframe Stans. En die is €14,99. Kijk, en dan ga ik hier zo meteen die backdrop ook opdoen. Knip ik hem wel hier eventjes uit. Maar ik ga dus op dit backdrop standje ga ik even wat inkt zo meteen aanbrengen. Nou, ik heb al gezegd, ik ga het doen met een orange kleurtje van Par Deco. En dan neem ik dus gewoon de pure inkt, hè. De normale, dus niet de parelmoer. Parelmoer, die reageren trouwens niet op water. Dat had ik van de week eventjes getest. Dus die parelmoerkleurtjes, want dat is ook een beetje een vettigere inkt. Dat is geen water-reactive inkt. Ja, een hele leuke mal. De mallen van Nelly, die moet je altijd even uitgestrand zien, vind ik. Ja, onze dag heeft helaas maar 24 uur. Anders zouden we dat voor alles wel even doen. Maar deze dag, die ga ik even aan jullie laten zien, hoe die in elkaar steekt. Ik doe even een slokje. Zo. Even wat spraakwater. Kijk, maar deze is mooi, hè. En omdat ik hier dus een foamstripje achter heb gedaan, krijg je hier dus meteen wat diepte in. Wat ga ik doen? Ik ga met die orange kleur van die Car Deco inkt maak ik gewoon een paar afdrukjes op mijn glazen mat. Spreek een beetje water overheen. En dan gaan we eigenlijk iets heel eenvoudigs doen. Iets wat jullie ook wel kennen. Gewoon de plastic zakjes techniek. Vorige week zijn er geen mandjes verzonden, Francine. We zijn pas gisteren begonnen met afwerken. Dus vorige week hebben we geen tikkies afgewerkt. Dus dat kan kloppen dat je toen geen bericht hebt gekregen. Maar anders moet je even bellen naar de winkel, Francine. Het nummer is 0416-743200. Dan kunnen Jeroen en Joyce het zo even voor je nakijken. Ik kan daar nu in de tikkie, kan ik daar niet zien. Nou, ik neem even een stukje van een plastic zakje. Ik knip er even een stukje af. Heb ik net uit de vuilnisbak gegrist.
Ik heb eigenlijk maar een heel klein stukje plastic nodig, dus ik knip dat er even af. Maar volgens mij had je het ook al in Messenger gevraagd, Francine. Dus probeer je vraag een beetje centraal ergens te stellen. Het liefst via e-mail of via de telefoon. Want anders zijn we er echt tig keer mee bezig. En we proberen alles hier zo efficiënt mogelijk te doen, omdat we het natuurlijk sowieso al heel erg druk hebben. Stukje plastic. Die ga ik even zo meteen in mijn inkt duwen. Want daar had ik ook water bij gedaan. En dit ga ik op mijn... Oh, kijk eens op die backdrop. Dat is leuk. Ik kan misschien ook nog wel een beetje een ander kleurtje erbij doen. Kijk eens hoe mooi. Nu heb ik natuurlijk orange gebruikt. Maar ik denk dat ik ook nog even geel of zo erbij ga gebruiken. Dan krijgen we een beetje zo'n soort zonsondergang. Kijk hoe mooi. Want ik ga daar dadelijk dus plaatjes van High Five bij gebruiken. Ik vis nog even een ander kleurtje uit mijn doos met pure inkten. En dan ga ik dus ook voor een tintje lichter. Dan ga ik even voor de gele. Doe ik weer hetzelfde. Ik hoef eigenlijk niet zoveel te doen, want ik heb toch niet zo heel veel inkt nodig. Neem ik weer een ander stukje plastic. En dan doe je op de delen waar je dus nog geen inkt had, ga je even zo een beetje een afdruk maken. Ik denk toch... dat ik ook het blauwe even erbij ga doen. Het blauw wat ook dus in dit plaatje zit. Kijk, zie je dat oranje? Dat matcht al helemaal hierbij. Ik zal straks even een zwart papiertje of zo erachter houden. Dan kunnen jullie het beter zien. Dus dan kleur ik even in mijn kleurenwaaier wat een beetje die oud blauwe was. Kijk, dat is deze kleur. Ik heb op de achterkant heb ik de kleurnummers geschreven. Deep Sea Blue. Nou, dat past natuurlijk helemaal bij die High Five collectie. Dat is deze. Dus die doe ik ook nog een beetje op mijn mat. Is die daar echt? Nee, dat is niet de goeie. Ik denk al. Je hebt dus Sea Blue en je hebt ook nog Deep Sea Blue. Deze was veel te blauw. We moeten deze hebben. Deep Sea Blue. Die is veel donkerder. Die doen we even. Beetje water eroverheen. Ga ik even mijn plasticje weer even schoonmaken. Waar nog mijn gele inkt natuurlijk aan zat. En dan ga ik toch een beetje op de delen waar eigenlijk nog geen inkt zat. Met mijn plasticje weer even een afdrukje maken. Oh, dit is echt leuk. Dat is precies de goede blauwe kleur van mijn plaatje straks, dames. Zal ik voor jullie daar eens even een zwart papiertje erachter houden. Want dan kun je veel beter dat backdrop motiefje van die mooie stans kun je zien. Kijk, even alleen voor het idee. Zie je hoe tof dat die is? Dus ik heb hier oranje, geel en die blauwe tint gebruikt. En dan kan je natuurlijk dadelijk dit plaatje weer perfect bij combineren. Want dat is dus precies de juiste kleur. Maar dat is het techniekje met de plastic zakjes. Hè? Die kennen jullie wel, hè? Dat is echt niks nieuws. Maar op zo'n backdrop mal geeft die eigenlijk wel een heel leuk effect, vind ik zelf. Nou, we gaan even kijken, want deze moet dan zo hierin komen. En ik vind dat zelf heel mooi als het dus op een witte achtergrond is. Ik ga hem dus wel een heel klein stukje inkorten. Ik had hem er ook achter kunnen plakken eerst natuurlijk, maar dat heb ik natuurlijk weer niet gedaan. Want dit heb ik weer ter plekke natuurlijk bedacht. Kijk, dus deze komt hier zo achter. Even kijken dat dat lukt. Dat dat nog een beetje los zit. Ja, dat moet lukken. Ja, kijk hoe mooi dat is op wit, dames. Hij moet nog een stukje korter. En dan gaan we dadelijk dit backdrop motiefje zomaar een beetje vastzetten met een paar dotjes lijm. Kijk, maar die komt hier. Kijk nou hoe leuk. Dus ik neem even mijn lijmpen van Dutch erbij. Dan hoef ik alleen zomaar op de randjes een beetje wat inkt te zetten. Geen inkt, lijm. Ik hoor het mezelf zeggen en ik dacht, ja, dat klopt niet. Nou, je ziet die lijmpennen van Dutch, hè, daar kun je gewoon heel mooi mee doseren. Dan krijg je niet superveel lijm op één punt. Oh, en zie je hier ook die verloop, hoe die
inkten dan in elkaar overgelopen zijn als je er dus met water op gaat. Dus je kan ook lekker kledderen, dames, met die pure inkten van Card Deco dus. Zet ik hem hier even netjes achter. Ik laat het dadelijk nog wel even wat closer in beeld zien voor jullie. Maar ik moet hem eerst even op de juiste positie zien te krijgen. En ik vind dit dus gewoon heel mooi als je dat dus op een witte ondergrond doet. Maar kan natuurlijk ook op zwart. Dus dat backdropje, dat ligt er een beetje in, hè. Waar ik die inkt op gebruikt heb. En dan zit er dat mooie frame met dat stiksteekje zit er omheen. Hier heb ik dus strand gemaakt. Ik maak dat met deze stans van Nelly Snelle. Het Nelly's Multiframe en die is €14,99. Kijk, en dan gaan we hem even afwerken. Maar dat heeft helemaal niet zoveel nodig. Want ik denk dat ik gewoon hier op het randje een poppetje ga zetten. Doe ik hem aan de andere kant even met een foompje erachter. Soms wil je ook gewoon even een snel kaartje, hè, waar je niet super lang mee bezig bent. Kijk, zie je? Ik ben echt helemaal in de bonen vandaag. Heb ik aan de verkeerde kant mijn tape gezet, want hier zit een opstaand randje. Zo moet hij. Gnomie met de badslippers aan en zijn surfplank. Dus ik zet hier gewoon op dat randje ook nog een beetje lijm van Dutch. Kijk, zie je hoe leuk. Gaan we er dadelijk nog even een tekst bij doen. Die losse plaatjes heb ik laatst ook al een systeempje voor gevonden om die op te bergen. Hè? Want we hebben al die zakjes met losse plaatjes van Dutch Doobah Doo. Nou, die lagen bij mij natuurlijk overal en nergens. Want als ik dat niet netjes organiseer, dan komt dat helemaal niet goed bij mij. Even kijken. Dit zijn die setjes met plaatjes van de collectie High Five. Oh, en deze zocht ik. Daar zit ook een leuk tekstje in. Zo'n complete set met al die uitdrukplaatjes, die is €3,99. Deze die heet dus High Five. En als je dus al je plaatjes netjes op wilt bergen, daar hebben we deze A4 opbergboxen voor. En die hadden we dus vroeger ook van Joycrafts. Maar bij deze kun je dus echt alle schotjes kun je dus verplaatsen. Kijk, daar zitten hier ook die tussenstukjes in. Als je kleine schotjes wilt maken. Dat moet je wel goed erin steken natuurlijk. Ik zet hem niet helemaal scheef. Kijk, zie je? Zo kun je kleinere vakjes kun je maken. Hier kun je ook grotere vakken maken. Net wat je zelf wilt. Dus afhankelijk van de plaatjes die erin zitten. Of die je erin wilt opbergen. Deze opbergdozen, dames, die zijn €9,99 als je die wilt bestellen. En daar zitten die schotjes zitten er al bij, Anita. En losse plaatjes, ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Of dat je daar deze plaatjes mee bedoelt die ik nu in mijn hand heb. Die zijn namelijk van Dutch Doobah Doo. En die shop je zo in één setje voor €3,99. Kijk, daar zit al dit leuks zit daarin. Nou, ik heb hier nog een leuke tekst. Hello Summer. Die gaan we er ook eventjes bij gebruiken. Want die past dan ook weer precies natuurlijk bij mijn inktachtergrondje. Kijk, en dan hoef je ook geen teksten of zo te stempelen. Want dit matcht dan weer precies bij je plaatjes. Ik vind dat leuk om dat zo een beetje over mijn framepje te laten vallen. Heb ik nog losse kleine dingetjes. Dat vind ik ook altijd nog wel leuk. Cocktails of... Oh, hier heb ik ook nog bijvoorbeeld een zwemband. Kijk, het is ook nog wel leuk om die hier zo weer achter te zetten op mijn strand. Beetje lijm eraan. Dus deze setjes met die plaatjes, dat zijn dus stansplaatjes van Dutch Doobah Doo. Die kosten €3,99 voor een zakje. Kijk zo, en dan mag die ook hier weer een beetje over de rand vallen, zie je dat? Dus zo heb je eigenlijk heel snel een supergezellig kaartje gemaakt. En die basismal, ja, die kon ik echt niet laten hangen. Ik dacht, die moet ik echt een keertje uitproberen, want... Ja, vooral die backdrop mal vond ik erg leuk. Nelly's Multiframe, die is dus €14,99 als je die wilt bestellen. Ik ga natuurlijk dadelijk met jullie ook nog even de winkel in, want ik heb daar ook nog heel veel moois. Wil je dus die pure inkten bestellen, wat ik al zei, hè, vorige week waren ze helemaal uitverkocht.
We zijn gisteren gebeld door de groothandel dat ze nog 10 sets voor ons konden maken. Volgens mij zijn er alweer een paar besteld in deze live. Dus ik denk dat ik nog een stuk of 8 sets van die Pure Ink te over heb met alle 36 kleurtjes. En die complete set met de 36 kleuren, daar hebben we voor jullie weer een combi deal van gemaakt. Betaal je geen 89,99, maar 69,99. Dus dan gaat er €20 gaat er vanaf. En dan krijg je dus 36 van deze leuke kleurtjes. Ik heb vandaag dus bij die plaatjes van Dutch deze kleuren gebruikt. Canary Yellow, de Orange en de Deep Sea Blue. Dus je had de gewone Sea Blue, hè, dat was die hardere blauw die ik eerst fout gepakt had. En de Deep Sea Blue, maar dit past dus weer bij die plaatjes van High Five. Nou, die losse druppeltjes, dat kan natuurlijk ook. Die zijn €2,50 als je die wilt bestellen. Dat kan ook. Ik heb nog een andere leuke aanbieding voor jullie. Want die heb ik ook gisteren ingekocht. En daar gaan we ook zeker met de Jelly Plate deze week nog mee aan de slag. Ik ben gewoon blij dat mijn arm al een beetje meer wil bewegen. Dan kan ik weer lekker kaartjes gaan maken. Omdat we nu allemaal met de Jelly Plate en met inkt en met achtergrondjes bezig zijn, zocht ik bij de groothandel wat koopjes van mooie stempels die je daarbij kunt gebruiken. En ik vond deze Nelly's Bullet Journal stempels. Nou, ik doe helemaal niet aan bullet journaling. Maar ik dacht, deze stempels zijn wel heel leuk om op achtergrondjes met inkt natuurlijk te verwerken. Dus ze waren in de aanbieding. 1 plus 1 gratis bij de groothandel. Dus dan geef je wel aan dat je de Nelly Bullet Journal stempels wilt. De 1 plus 1 gratis, want ze zijn €4,99 per stuk. Nu krijg je dus 2 stuks, geen €9,99, maar €4,99. Dus 1 plus 1 gratis van de Nelly Bullet Journal stempels. Kijk hoe leuk, met van die randjes. Gaan we echt deze week ook mee aan de slag. Ik beloof, ik laat die Pure Ink hier op mijn bureau staan. Want daar heb ik altijd nog wel veel leuke ideetjes mee. Nou, dan ga ik even met jullie de winkel in. En dan ga ik jullie ook even al die plaatjes van Dutch eerst laten zien. Want er zijn echt heel veel verschillende soorten in. Annie, als je bestelt, wil je dan alsjeblieft het artikelnummer en de omschrijving benoemen. Dan hoeft Karen niet steeds naar de computer te lopen om te kijken wat het is. Wij weten wel veel artikelnummers, maar lang niet alles. Dus benoem het even met nummer en de omschrijving en eventueel het merken bij dames als je iets wilt bestellen. Ik ga jullie even meenemen. De winkel in. Want daar hebben we ook nog veel leuks. Kijk, dus hier hangen ook die multiframes, hè, van Nelly Snelle. Die zijn dus €14,99. Daar heb ik dus dit leuke kaartje meegemaakt. Ik ga even wat mooie dingen laten zien die binnengekomen zijn, die Ans weer voor ons heeft gemaakt. Want er druppelt echt heel veel kerst, druppelt er al binnen. Zowel van Studio Light, Ineke is er ook vrijdag weer met een demo. Maar ook van Find It hebben we hele mooie nieuwe collecties binnen. Deze collectie, die heet Enchanting Christmas. Daar heb ik trouwens ook weer de tekenmallen voor mogen maken, die zal ik jullie ook laten zien. 3 stansmallen, je krijgt 2 tekenmallen, 2 paperpads en je krijgt 4 velletjes met uitdrukplaatjes. En daar hebben we voor jullie ook weer een voordeelpakket van gemaakt van €57,99 voor €49,99. En dan zeg je, ik wil het voordeelpakket Enchanting Christmas, zo heet die. Ik zal jullie de artikelen ook even laten zien. Die tekenmallen die heb ik dus mogen maken voor Card Deco weer. Kijk, dit is een eerste tekenmal. Die zijn trouwens los €4,99 als je ze los wilt bestellen. Dat kan natuurlijk ook. Een kerstbal in de vorm van een ster. Kijk, daar heeft Ans dit leuke kaartje alweer meegemaakt. Ik zal een beetje van de zijkant laten zien. Dan kun je ook zien hoe mooi dat ze gedreed heeft. Dus dit is de Card Deco tekenmal van de kerstbal in de vorm van een ster. En de tweede die ik heb mogen maken voor hun, dat is deze. Het tekenstenseltje van de sneeuwglobe. Of gewoon de globe. Dat is deze. Die heeft het nummer CDEST028. En die is ook €4,99. Kijk, en daar heeft Ans deze toffe kaarten alweer meegemaakt.
Ik heb die kerstglobe ook zo gemaakt dat er ook een standsmal weer in past. Die bij deze serie hoort. Die zal ik jullie ook laten zien. En deze mooie print die zit ook weer in het nieuwe paperpad uit deze collectie. Dus die beide tekenmallen, dames, die zijn €4,99. Dit is die ronde standsmal die daarbij hoort. Kijk, dat is deze. Die heet Enchanting Circles. Zijn deze verschillende ronde stansen allemaal. Die kosten €10,99. Kijk, en hier heeft Anser ook een easelkaartje meegemaakt. Ook supermooi. Ik zal hem even van dichtbij laten zien. Want pas dan kun je goed het 3D-werk ook zien. Kijk, dus zo heeft ze er een 3D-cirkel-easelkaart ook meegemaakt. Hier heeft ze ook een tekststempel uit de nieuwe Studio Light collecties gebruikt. Kijk, dat is deze. Die is er in het Nederlands en in het Engels. Heel mooi lettertype. Mooi sierlijk. De Engelse is de stamp 698. Daar zitten deze teksten op. En de Nederlandse hebben we natuurlijk ook. Dat is de stamp 697. Daar zitten ook 3 Nederlandse teksten op in datzelfde lettertype weer. Nou, dus die ronde stansmal van Enchanting Christmas. Dit is trouwens allemaal gemaakt door Amy Design. Deze is €10,99. En dan is er ook een tweede stansmal. Die krijg je wel allemaal ook in je voordeelpakket. Enchanting Deer, oftewel de stand van het hertje. Daar zitten ook van die kerstballen bij. Kijk, en die heeft Ans ook weer op dit kaartje gebruikt. Zie je hoe leuk? Hier zitten ook slingers in en lampjes zitten daarin, sterretjes zitten erin. Dus dan kun je eventueel ook het gewei kun je helemaal aankleden met die lampjes en die slingers. Kijk, hier heeft Ans het ook weer aan de zijkant gebruikt. Zie je ook hoe mooi die stans van het hert is. Die stans is ook al een hele hoop mooie details, stans die al meteen mee. En hier heeft Ans natuurlijk ook weer die grote cirkelstans gebruikt. Hè? Die stanst ook al die hulstakjes, stanst die ook uit. Kijk, dat zie je hier ook in de mal. Dus de Enchanting stans van het hertje, die is €8,99. En dan is er in deze serie nog een derde stans, die vind ik ook heel leuk. Een labelstans met een geschulpt randje en daar zitten standjes van cadeautjes bij. Enchanting Presents, oftewel de cadeautjesstans. Die is ook €10,99. En dan zitten er nog 2 paperpads bij. En als je dus denkt van nou, ik wil eigenlijk heel die serie compleet. Met de knipvellen erbij, met de stansvellen moet ik zeggen. Dan betaal je dus geen €57,99. Maar dan betaal je €49,99. Ik zal nog even door die blokken heen bladeren. Kijk, zie je hoe mooi. Wij zeiden hier ook al, de blokken van Find It worden wel steeds mooier. In het begin waren we niet zo heel erg gecharmeerd daarvan. Maar nu worden ze steeds mooier. Er zitten ook plaatjes in, er zitten labels in. Daar zou je dus zelf ook weer tekst op kunnen stempelen. Kijk, deze is ook heel mooi. Die heeft Ans ook weer gewoon in die sneeuwglobe gebruikt. Ook weer zo'n heel mooi sneeuwlandschapje. Dus dit is het blok met designpapier op 2020 formaat. En dan is er ook altijd een effenblok bij. Blok met designpapier is 6,25 en dan hebben we deze in het effen, dus met effenprintjes ook op 2020. Die is €4,50. Geef dan even aan dat je iets wilt uit de collectie Enchanting Christmas van Find It en dan doen onze dames het in jullie mandje. Nou, Ans heeft ook heel veel glitterlijm gebruikt. Ik weet niet of je het kunt zien. Kijk, hier aan de zijkant en hier ook op de bloemetjes en op de kerstbomen. Dat zijn deze potjes van Card Deco. We hebben nu die grote XL-potten. Voor wie er veel glitterlijm doorheen jaagt, deze droogt dus transparant op. Glitter glue, oftewel de glitterlijm van Card Deco, die zit in een grote pot van 120 ml. En die is €4,99. Irma Verberne, je geeft alleen een naam aan. Ilona Veuger, ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt in je reacties. Dus de grote fles glitterlijm, dames, die is €4,99. En heb je nog 3D-kit nodig?
wij gebruiken altijd deze van Collal. Een spuit met een grote tube en een toeltje erbij om je tube op te rollen. 80 ml zit erin en die is van Collal en kost €6,99. Hier kan ik het ook nog even van de zijkant laten zien. Kijk, zie je hoe mooi dat Ans deze dus ook allemaal ge-3D'd heeft. Je krijgt dus in die goodiebag ook 4 uitdrukvellen. Dus je hoeft ze lekker niet zelf te knippen. Je kan ze gewoon zo uitdrukken. En in 3D opbouwen. Kun je het ook met foamblokjes doen. Ik zelf vind het altijd net iets mooier met 3D-kit. Want dan kun je het ietsjes meer opbollen. Maar dat is natuurlijk net wat je zelf wilt. Ellie, ik denk dat jij de glitterlijn bedoelt. Want je zegt glittertjes. Probeer het allemaal goed te omschrijven, lieve dames. Want scheelt ons weer correcties als het juiste in je mandje gewoon komt. Dus de glitterlijm van Card Deco, zet ook het merk erbij als je iets wilt bestellen. Die is €4,99 en die kan dus ook mee in je mandje. Nou, de mandjes blijven weer staan, dus tot en met zaterdag 13 juli aan het einde van de dag. Want dan is er ook de nieuwe Kraftlab en zo binnen, dus daar wachten we lekker op. Dus je hebt nog anderhalve week om je mandje te vullen. Hier is ook nog een leuk label van gemaakt door Ans. Kijk eens. Dan zie je hoe leuk dat label is met dat geschulpte randje aan de buitenkant. Dat is dus deze leuke standsmal. Die is €10,99. En daar zitten dus ook leuke stansen van cadeautjes met strikjes zitten daarbij. Hoeft natuurlijk niet alleen voor kerst, dat kan het hele jaar door. €10,99 kost die. En ik heb hier ook nog bij deze collectie Sweet Christmas heb ik hele leuke zakjes met schutmateriaal voor jullie ingekocht. Als je dus een shakerkaartje wilt maken. Deze die zijn van Hobby & Crafting Fun. De zakjes met kerst schutmateriaal. En die zijn €3,99. Mooi plat zijn die ook. Dus dan kun je echt een goede shaker kun je daarvan maken. Binnenkort komt deze trouwens ook nog een demo geven met deze collectie Sweet Christmas. We hebben alweer heel veel in onze agenda staan. Dat is alweer gevuld met heel veel demo's. We hebben bijvoorbeeld ook dit weekend hebben we vrijdag Ineke en ook Yildiz met de nieuwe ECD. Die zal ik trouwens ook even laten zien. De nieuwe Elizabeth Craft collectie, want die is ook binnen. Daar gaan we zo ook eerst even naartoe. Als je die ook mee wilt in je mandje. Je kan het natuurlijk ook in de webshop bestellen. Oh, wil je die nog even prijzen, Karen? Of zitten daar alle kaartjes achter? Ja, ja. Vrijdag is Yildiz in de winkel. Die komt dus een demo geven met de nieuwe Elizabeth Craft kerstcollectie. Ik laat jullie de artikelen even zien. Dit is de eerste stans. Zet even de nummers erbij als je wilt bestellen. En zet erbij dat het een stans van ECD is. Het nummer 2158. Dat is het ornament met de ster. Daar kun je dus zelf een 3D-ster kun je daarin maken. Ik zei al tegen Karen, als ik zo kijk naar die verpakking, zou ik hem zelf denk ik uit zwart cardstock doen en dan helemaal met wax gewoon een kleurtje geven. Dus 2158, de ster ornamentstans van Elizabeth Craft, €20,99. Iets soortgelijks hebben ze in de vorm van een kerstbel. Dat is het nummer 2156. Zag ik ook al dat ze die in 3D opgebouwd hebben. Deze is €10,99. Dat is natuurlijk ook een kleinere stans. 2156. Dan hebben we deze hele mooie doily stans. Deze heeft het nummer 2155. Ik moest even het nummer spieken. Ook leuk om hier trouwens een shaker achter te maken. Oh, dat is ook weer eigenlijk de vorm van een kerstbal. Kijk eens, want er zit zo'n dopje bij. 2155, de ronde ornamentstans van Elizabeth Craft. Dan hebben we de 2154. Die is €11,99. We hebben de takjes 2153. Holy Leaves. Die zijn €18,99. We hebben een nieuwe opengewerkte poinsettia. 2152 en die is €14,99 en we hebben nog een normale poinsettia. Die heeft het nummer 2151 en die is €17,99. Dus dat is de nieuwe ECD. Vrijdag geeft Yildiz daar in de winkel een demo mee.
Oh, en dit is ook nog wel leuk, want die had Yildiz laatst gepromoot. Maar toen waren die meteen op. Ook bij ECD zelf. Maar nu is er dus een nieuwe set van uitgekomen. Dit is een stempelset. CS359. En daar kun je dus in de hartjes van je bloemen mee stempelen. Krijg je een heel tof effect. Dat heb ik jullie toen ook al laten zien, hè? CS359, dames, die kost €11,99, deze stempelset. En dan is er nog een grote stempelset. Die kost €18,99. Die heeft, voor de mensen die graag inkleuren natuurlijk, deze heeft het nummer CS358. CS358 Joyous Christmas, dat is de grote stempelset van Elizabeth Craft. En we hebben een nieuwe papierset. Die is €11,99. Dat is ook een papierset natuurlijk weer op scrapformaat. €11,99. Die heet ook, zoals de serie heet, Joyous Christmas. Dus geef dan aan dat je designpapier daarvan wilt. Kijk, zitten echt hele mooie prints zitten erin. Hoeft natuurlijk niet alleen voor planners. Hè. Daar kun je ook gewoon lekker kaarten mee maken voor wie dat wil. Karin heeft afgelopen week een albumworkshop gegeven. En die zweert toch altijd nog wel bij de echte scoretape. Als je een album maakt. Want anders is de kans echt heel groot dat na een poosje je album als bouwpakket in je kast ligt. We hebben de echte scoretape in twee formaten. Dat zijn eigenlijk de meest gangbare formaten. 5/8 hebben we een rol. Daar zit altijd 25 meter op. De 5/8 scoretape is €14,50 voor een rol. En we hebben een maatje smaller, dat is de 3/8. En die scoretape is €10,99. Dus twee verschillende formaatjes scoretape hebben we nog. We hadden nog een paar dingen waar we echt de laatste van hebben. Dus die gaan we echt in de tikkie laten zien. Die staan al niet meer in de webshop. Studio Light had toen deze leuke mask stencils met allerlei leuke printjes. Deze alleen al is ook al leuk voor het maken van coins, hè, als je artist trading coins maakt. Hier zit ook weer 20% korting op als je die 4 mask stencils dus tegelijk koopt. Dus daar hebben we een goodie bag van gemaakt. De goodie bag met de mask stencils. 4 verschillende patronen in A5 formaat van €19,99 voor €15,99. En dat is de laatste set. Die komen ook niet meer binnen. En dan hadden we voor jullie ook nog, oh, die hebben we nog 2 zie ik. De laatste collectie High Five van Dutch Doobadoo. Dus ik zie daar 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende tekenmallen. Er zit zo'n complete crafty kit in met papier en ook weer een tekenmal erbij en uitdrukplaatjes. 2 rubberen stempels. Dat zit allemaal in deze goodie bag High Five. Die hebben we nog 2 over. Dan krijg je dus ook weer je 20% korting. Dus de goodie bag High Five. Die is afgeprijsd van €61,99 voor €49,99. Vera, probeer bij ECD de nummers erbij te vermelden. Want poinsettia stanzen, die hebben we bijvoorbeeld meerdere. Dus als je even terug wilt kijken en dan even goed aan wilt geven welke nummers van ECD dat je wilt bestellen, Vera. 2151 is de dichte poinsettia. 2152, dat is de open poinsettia. Anders weet Karen niet wat je bedoelt. Dus altijd even goed de nummers ook erbij vermelden, dames. Collectie van Marianne is weer aangevuld. Karen en ik zeiden al in het begin, dachten we echt van, wat moet je met deze? Maar dat is echt een heel leuk zwembad. Hij zit in mijn tas, ik ga hem meenemen, want ik ga hem zeker maken. De stans van Marleen uit de collectible serie met het zwembad, die is €14,99. Dan heeft Marleen deze Happy Fruits gemaakt. Die stans met die fruitjes. Die is ook €14,99 en er is een nieuwe flamingo stans van de hand van Elina. En die is ook €14,99. Ook een hele leuke. Dan ga ik nog even hier naar deze kant. Joyce, had jij nog die kleine paperpads over of niet? Morgenochtend gaat Joyce namelijk om 10:00 een online workshop geven met deze kleine paperpads van Studio Light. Ik laat ze even in het echt zien, want ze zijn heel mini. Wil je die bestellen? Ja, dankjewel. Wil je die bestellen voor je tikkie mandje? Hebben we weer een voordeelpakket. Dus het voordeelpakket met de mini paperpads
afgeprijsd van €15,99 voor €12,99. En dan krijg je dus deze kleine schattige A7 formaat blokjes. Ik denk dat Joyce volgens mij ATC kaartjes of Memory Dex kaartjes ermee gaat maken. Maar ik zou zeggen, kijk echt even mee morgen vroeg om 10 uur. Dat wordt leuk. Winterfun. On the Road hebben we nog. Dat is ook een hele stoere. Daar kun je ook allerlei labels voor gebruiken voor mannenkaarten. En we hebben Vintage Memories. Dat is deze. Kijk, ook heel leuk. Dus 4 mini paper pads van €15,99 voor €12,99. En morgen om 10 uur is daar dus een online workshop mee. Dan hebben we natuurlijk nog die toffe combi deal van die jelly plate. Na de Hexagon jelly plate hebben we ook weer een andere aanbieding mogen kopen voor jullie. Dit is een van de gangbaarste formaten van de jelly plate. De 5 bij 7 inch is een beetje bijna A5 formaat zou ik zeggen. Deze is los al €23,99. We hebben nu een aanbieding voor jullie. Je krijgt dus deze grote gel plate. Met de originele jelly art brayer erbij. Dus de roller. Samen geen €29,99 maar €19,99. Dus dan geef je aan dat je de combi deal wilt van de jelly plate met de brayer. Dus dat is de nieuwe aanbieding. Ik denk dat we hem nog wel een keertje bij gaan bestellen. Want hij is al ver op en we hebben er eigenlijk verder nog niks mee gedaan. Dus die komt wel weer binnen. Dus wacht niet te lang met bestellen zou ik zeggen. Het zonnetje komt weer een beetje door zeg. Dat werd tijd. Ik heb alweer een plekje gemaakt. Er komt ook een nieuw knipvel aan hè, met kerstengeltjes. Volgens mij zat hij vandaag nog niet bij de levering. Maar ik denk dat ik die morgen wel aan jullie kan laten zien. Kerstengeltjes knipvel kun je al wel bestellen. Die is €1,99. Nou, dan gaan we zo meteen gaan we hem even sluiten weer deze tikkie. We laten hem dus wel openstaan tot morgen natuurlijk. Ik denk dat ik vanavond nog wel live op YouTube ben. Dat ga ik jullie nog even laten weten. Ook als ik vanavond dus op YouTube live ben en je wilt na die YouTube live iets bestellen, dan kun je dat natuurlijk hier op Facebook doen. Hè? Want je kunt natuurlijk niet bestellen via YouTube. Dat kan alleen via deze Facebook livestream. En ja, dan ga je gewoon even terug naar Facebook vanavond. De livestream staat ook altijd als vastgezet bericht bovenaan in onze groep. En daar kun je dan onder bestellen. Dus ik dank jullie nu voor het kijken en ik zeg tot het volgende rondje. Doeg! Zullen we ECD gewoon alles even opschrijven, Karen? Daar hebben we daar niet van trek afpakken.